Volgende week officieel gaat hij officieel uitkomen. Hij heet Ik heb genoeg voor jou. En ja, weer een hele, ik denk dat we een hele goede meezinger weer hebben. Dus, volgende week komt ook mijn allereerste Duitse single uit. Heb ik opgenomen met de producers van Semino Rossi. En daar gaat volgende week komt het uit. Het liedje heet Las ons beiden nog einmal träumen. En mijn artiestennaam is Henk van Daam in Duitsland. Ja, heel bijzonder. Ik ben altijd toch wel een paar jaar fan al wel van Semino Rossi. En als je dan ook met diezelfde mensen mag werken, dus diezelfde producer en dezelfde tekst schrijven, dezelfde studio, dezelfde manager. Ja, dat is wel heel erg bijzonder. Dan ben je wel bevoorrecht. Die Duitse producer zei eigenlijk precies hetzelfde van de stem is perfect voor Duitsland. De liedjes die ze maken, die zijn, ja, passen precies bij mij, die ik het liefste doe eigenlijk. Ja, nou wat, dus ja, alles. We hebben een clip opgenomen, die is fantastisch. Dat is echt, ja, ik heb nog nooit zo'n mooie clip gehad. Ja, het lijkt wel dat het niet mis kan gaan. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Maar ja, ja. En je moet ook de kans kunnen krijgen in Duitsland. Er zijn ook heel veel Nederlandse artiesten die het wel geprobeerd hebben. Maar ja, die zijn nooit door de platencontract gekomen. En een paar voorbeelden die wel hebben gehad. Frans Bauer, Jan Smit, Heintje. Maar dan houdt het een heel eind op, hoor, voor die jongens. Dus ja, je moet blij zijn dat je bent. Ja, dat ik die contract heb.